Ja, jullie hebben het natuurlijk wel gelezen. Of je hebt het wel gezien bij Vandaag Insight. Ja, die ruzie. Ja, tussen Gijp en Maarten van Rossum. De Maarten, ja. Die hebben Bonje, die zijn bezig aan een wedstrijdje. Mekaar beledigen. Ja, ja. En, ah jongens, dit is weer smullen geblazen. Dit is genieten, want het gaat nog een hele tijd door. Want dit is al een Bonje, zeg maar, van 10 jaar geleden. Toen is hij voor het eerst begonnen. Ga maar even rustig zitten, want ik ga jullie even meenemen door deze rel. Nou, die begon dus 10 jaar geleden. En toen zaten ze samen in een uitzending voor VI rond Nederlands Elftal Oranje. En nou ja, en toen begon het al. De Maarten, die ging een beetje vervelend doen tegen die supporters. Die dan waren allemaal met oranje hoedjes op. En die ging die voorzichtig uitleggen dat dat helemaal niet kon. Nou, en de Gijp, die zat zich daar ontzettend aan te ergeren. En toen kwam het erop aan dat hij maakte een opmerking, Maarten, over hun uitzending. Duurde te lang. En toen kwam de Gijp, die kwam terug en die zei, ja, moet je eens luisteren. Ik heb jou gezien met een cabaretvoorstelling of wat dan ook in een theater. En dat leek helemaal nergens op. Dus jij moet je mond houden. Nou, en hup. En daar gingen we dan. Ja. En toen kwam keurig aan de oppervlakte dat zij officieel een hekel aan elkaar hadden. Ja. En daar ging het tekeer. En toen begon die Gijp ook te roepen van, ja, maar jij hebt wat te zeggen over die mensen in die oranje kleding. Maar die mensen die naar jouw voorstelling komen, die zijn nog gekker dan een haring. Enzovoort, enzovoort. Nou, 10 jaar lang daarna, vrienden, bleef het stil. Het was rustig op het front tussen de Gijp en de Maarten. Maar wat gebeurt er? Toen kwam de kaarsenrel met Johan Derksen. Nou, dat was weet ik wel, een jaartje geleden of zoiets. Of 3/4 jaar geleden. Nou, en toen dreigde dus VI van de tv te verdwijnen. En toen werd de Maarten gevraagd wat hij ervan vond. Nou, en de Maarten die was dus van 10 jaar geleden nog niet vergeten. En zag zijn kans schoon om de Gijp terug te grijpen. En dat deed hij dan ook. En die begon gelijk van, nou ja, laat dat programma maar verdwijnen. Want met de Gijp, daar missen we toch niks mee. En dat is een jongetje die is blijven steken. In zijn leeftijd, die is nog 17 jaar oud. En die moet alleen nog maar hard lachen om poep en seks. En dat is een totale infantiele wereld waarin hij zich begeeft. En de Gijp is eigenlijk nog een groot kind. Nou, en daar bleef het dan even bij. Dat was het dan. Maar je weet zeker dat de Gijp dat heeft opgeslagen en onthouden. En ja hoor, daar kwam zijn kans ook weer om terug te slaan. Want wat gebeurt er van de week? Daar ging de Maarten, die ging naar het programma 7:30. Daar had hij weer iets te promoten, ook een of andere theatertour. Whatever. Maar die ging daar dus zitten oreren en een beetje met groot dédain vertellen dat hij eigenlijk helemaal niet in dat programma thuis hoorde. En dat hij daar helemaal niet wilde zitten eigenlijk. En dat dat nooit zijn grote verlangen in het leven was geweest. En die keek daar dus gigantisch op neer. Nou, tot grote ergernis van de Gijp. En ik begrijp dat, want ik heb, ja, wij delen dan diezelfde ergernis. Vrienden, dat weten jullie van mij. Mensen met dédain, daar moet ik op kotsen. Maar goed, hij dus ook. En daar ging hij dus in zijn eigen programmaatje VI tekeer tegen die Van Rossum. En noemde hem gelijk ook weer een grachtengordelsnop. En die ging er helemaal los. En die liet maar even heel duidelijk weten wat een enorme hekel hij aan de Maarten heeft. Nou, vrienden, dus we kunnen ons nu gaan opmaken op geweldige tijden. Want ja, nu is het wachten weer op dat de Maarten natuurlijk gaat terugslaan bij de Gijp. Ja, daar kan je op wachten. Maar nog interessanter is de vraag natuurlijk, wie gaat dit wedstrijdje beledigen? Wie gaat dit uiteindelijk winnen? Ja, dat vraag ik me dan af.
Ja, want kijk, verbaal is natuurlijk, de Maarten is natuurlijk, wat is beter, is sterker, ja. Iets meer geestelijke bagage. Maar ja, hij onderschat de Gijp. Ja, want hij denkt, de Maarten denkt van, ah, dat kan ik makkelijk winnen. Van zo'n gauzetje, hè? Van een oud voetballer. Nee, misverstand. Want de Gijp is een straatvechtertje. En de Gijp heeft elke dag, hè, zijn programma tot zijn beschikking om terug te slaan. En dat onderschat de Maarten. Dus ik, vrienden, als ik mijn geld moet zetten op deze wedstrijd tussen de Maarten en de Gijp, dan zet ik mijn geld op de Gijp.